Kijk of ik licht genoeg heb hoor. De iedere XTV ligt een beetje. Nou, staat van ontbinding. Komt er wel op neer, ja. Ik ben ermee aan het knutselen geweest. En ik heb de computer van het Vista-gedeelte niet opnieuw in een behuizing ingebouwd. Dus die hangt hier gewoon nu naar buiten. Aan de buitenkant van de kast. En ik durf hem maar niet in te bouwen, want sinds dat ik er wat aan veranderd heb, doet hij het ineens weer. En ik weet niet of hij dat volhoudt als ik dat ding weer inbouw. Dus ik laat het maar even zo zitten. Het is een Raspberry Pi met een DVM Mega printje erbovenop. Dit is dat vermalen derde modem wat niet goed werkt. Nee, ik heb het wel eens vaker laten zien. Het ding wat knippert, dat is het analoge, de computer van, het analoge gedeelte. Dit is dus hetzelfde van het digitale gedeelte. Daarmee in het midden zit de controllerprint. De controllerprint moet ik zeggen, met de microfoon ernaast. Dit is het 70 centimeter, de 70 centimeter zendontvanger. Een FT7900. En die moet ik altijd denken, dat is een FTM3100, als ik me niet vergis. Dat is een analoge zendontvanger. Geforceerde koeling, want het wordt allemaal nogal warm als het 100% van de tijd zendt. Hieronder zit de voeding. Ik weet niet of je te zien bent, ik zie het scherm niet goed, maar daar komt het op neer, eenvoudige setup. En ja, een groot deel van de repeater is buiten de repeater gehuisvest, omdat de extra ontvangers voor de extra ingangen van de analoog, die zitten niet in deze, op deze computer aangesloten, maar die communiceren met deze Raspberry via wifi. Dus nou, dit is de digitale Raspberry, de analoge Raspberry, 70 centimeter en 2 meter. Al niet veel veranderd ten opzichte van 2 jaar geleden, denk ik.